Hi, mijn naam is Gijs Bodenstaf, een van de online video professionals. In deze video ga ik jou laten zien hoe je eenvoudig een YouTube video kunt uploaden. Als eerste loggen we in op je YouTube kanaal. Je gaat rechtsbovenin en je klikt op Creator Studio. Dan zie je hier rechtsbovenin een knop uploaden. Daar klik je op. En nou zijn er eigenlijk twee manieren om je video te uploaden. Je kan gewoon een video slepen en erin plaatsen of je kunt gewoon hierop klikken en dan kun je je video rechtstreeks van je computer gewoon handmatig uploaden. Maar je ziet hier een knop openbaar en privacy, privé. En het houdt in dat op het moment dat je hem op privé zet, dat uiteraard niemand op YouTube jouw video kunt zien, alleen jijzelf. En dat is wel handig, omdat je eventueel je video nog wil editen. Je wil hem nog bewerken. Maar als op het moment dat je helemaal tevreden bent, dan zet je hem op openbaar. Dus in dit geval zet ik hem op privé. We klikken op het logo van uploaden. Ik pak even een willekeurige video. En op dit moment zie je hem hierbovenin dat de video wordt geüpload. Nou, het is een beetje afhankelijk hoe snel jouw internetverbinding is en hoe zwaar het videobestand is, hoe lang het duurt. Maar in dit geval zie je dat het vrij snel gaat. Nou, je klikt op gereed. En op dit moment wordt je video daadwerkelijk in YouTube verwerkt en is hij te zien voor jezelf. Want op dit moment heb je hem nog op je privé staan. Nou, daar wachten we even op. Video is nu gereed en is te zien voor jezelf. We gaan nu terug naar Bewerken. Nou, zijn er hier een aantal dingen die je nog kunt invullen om je video een beschrijving mee te geven. Waarom is dat belangrijk? Omdat je uiteindelijk wil dat je video wordt gevonden. Nou, in een andere video, als je nu rechtsbovenin klikt, daar heb ik een video waarin ik helemaal uitleg over een keyword research. Hoe je de beste keywords voor je video kunt kiezen. Nou, zie je dat YouTube zelf een aantal videominiaturen/slash thumbnails aanmaakt. Die kun je kiezen als plaatje bij jouw video. In een andere video, als je nu rechtsbovenin op het i'tje klikt... daar leg ik uit wat een YouTube thumbnail is, waarom het belangrijk is... en hoe je een aangepaste YouTube thumbnail kunt maken. Sowieso, een aangepaste YouTube thumbnail uh, mag maximaal 2 MB zijn. En om je aangepaste thumbnail daadwerkelijk te kunnen uploaden... moet je... Optie ingeschakeld staan, aangepast aangepaste thumbnail uploaden. En dat kan eigenlijk alleen als je YouTube kanaal volgens de richtlijnen van YouTube is ingericht. Nou, daar heb ik ook een andere video voor. Als je nu rechtsbovenin klikt, laat ik je zien hoe je perfect volgens de richtlijnen van YouTube je hele kanaal kan inrichten. We klikken op dit moment op publiceren. En je ziet je video is nu geüpload. Heb jij na het kijken van deze YouTube video? Nog steeds een vraag, stel hem even hier beneden, dan ga ik hem voor je beantwoorden. Vind je deze video nuttig? Geef ons even een like en abonneer je op dit kanaal. Dat kan heel eenvoudig door even op de rode abonneerbutton te klikken. Ik wil jou bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Bekijk gelijk deel 3, een persoonlijk YouTube-kanaal inrichten. Of deel 6, een zakelijk YouTube-kanaal inrichten. Of het volgende deel, deel 9, hoe je een YouTube-video kunt editen.